Goedemorgen. Ik zit samen met moeders in de auto. En moeders en ik, nou ja, ik heb een mailtje gehad. En dat ging over het TTC Zuid-Holland. En dan denk je, wat is dat? Nou, dat is het Trainingstalentencentrum Zuid-Holland. En dat is het soort van talententeam van Zuid-Holland. Daarvan hebben we een mailtje gehad. En daar stond er, nou ja, je hebt dit niveau en je kan meedoen aan de selectiewedstrijd. Dus moeders en ik hebben ons ingeschreven. Nee, ik niet. Ik heb me ingeschreven. Ik heb jou ingeschreven. Oh nee, mama heeft mij ingeschreven. Dus we hebben ons samen ingeschreven. En dan ga ik meedoen aan een selectiewedstrijd. Dat is geen wedstrijd, gewoon een kliniek. Een selectiekliniek. Ik kan meestal, als ik iets niet leuk vind, dan komt het stoom al na 5 minuten uit mijn oren. Dus dan kunnen we ook meteen zien of het matcht, ja of nee. Matcht het wel, matcht het niet. We hebben volgens mij 4 verschillende instructies. En ik heb al 1 keer van Bob les gehad. En dat ging eigenlijk best wel erg goed. En ik, En ook nog 1 iemand, dat is Jolanda. En dan de achternaam is met B. Ik weet in ieder geval dat zij van JB Dressage Fashion is. En dat Tess Keuvelaar lesmaak krijgt. Dus die 2 ken ik. De andere 2 heb ik gestalkt op social media. Heb ik wel iets van kunnen vinden, maar ook niet heel veel. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar van wie ik zo'n kliniek krijg. Ik krijg altijd van 2 personen. Ik ga van 2 personen kliniek. Ik zou het wel fijn vinden als ik bij mijn oude getrouwde Bob kan. Ik heb 1 keer een lesgehad van die man. Ja, maar dan ken ik in ieder geval als iemand. Ik love you, Bob. Bob is mijn bro. Ik vind er nou van dat je zo'n mailtje hebt. Volgens mij krijgt iedereen in de L1. Ja, volgens mij krijgt iedereen in de L1 er iets van. Ja, ik vind het amazing. You amazing every time. Nee, nou ja, ik vind het wel grappig en ik doe er graag aan mee en ik kijk hoe ver ik kan komen. Ik weet natuurlijk niet of ik door de selectie heen kan en ook echt bij het TTC kom. Maar het is in ieder geval het proberen waard. En zo niet, dan doe ik het met springen proberen. Woe! Moeders heeft voor mij een mailtje teruggestuurd. En benieuwd naar de reactie daarop. En dan gaan we als het goed is 14 mei. Hebben we dan de... Ze geven wel instructie, maar of het dan ook klinkt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat je met 2 instructeurs rijdt, ze vragen bepaalde dingen van je en dan kijken ze ook of jij wel trainbaar bent. Dat je zo'n schoolrijd rijdt, dan heb je het ook wel van het weten. Dus. Ik ben meestal wel schoolrijdbewijs, maar ik kan wel luisteren. Kan ik wel. Niet altijd, meestal wel. Dus, ik ben benieuwd. Het is nu 21 april. En we moeten nog wachten tot 14 april, dus dat is 9. Nee, 14 mei. 14 mei. Dus dat is 9 dagen plus 14 dagen. Dus het is nog 21 dagen. Dus in deze 21 dagen gaan we hard trainen. Tess, hoe is het? Ja, goed. Ik heb de aankomende 2 weekenden 2 best wel gave dingen staan. Vertel. Aankomend weekend heb ik voor de Jong KNS de eerste wedstrijd. Oh, wat superleuk. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat gaat. Ja. En de zondag volgens mij daarop, nee, de zaterdag daarop. Ja. Heb ik een selectiewedstrijd voor TTC. Gefeliciteerd, superleuk. Ik had al gehoord hoor dat je uitgenodigd was. Ik vind het super gaaf. Ja, zeker gaaf. Maar ik wil er wel heel graag naartoe trainen, omdat het me heel gaaf sowieso lijkt om erin te zitten. Ja, natuurlijk. En om het zo goed mogelijk te doen op de selectiedag. Ja, zeker. Want volgens mij krijg ik dan van 2 mensen les. En ja. Dan kijk eens of ik trainbaar ben. Als ja, nou daar ben jij wel. Daar kan ik. Dat kan ik wel zeggen uit ervaring. Dat is in ieder geval alvast een pluspunt. Ja. Die steek ik in mijn zak. Heel erg bedankt. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En dan zou ik heel graag willen werken vandaag aan mijn L1-proefje. Ja, zo goed dat was mijn plan ook. Voor zondag. Te kunnen gaan rijden. Precies.
toppie. Dat ik het beste eruit kan halen. Helemaal goed. Was mijn focus ook voor vandaag. Dat we even aan zondag gaan werken. Aan die wedstrijd natuurlijk. Dat is super belangrijk. En wellicht hebben we volgende week ook weer les. En dan kunnen we altijd nog kijken van, joh, wat zijn de puntjes op de I voor TTC? Ja. Maar heel eerlijk gezegd, dat ligt natuurlijk ook gewoon allemaal in elkaar verlengd. Het gaat er gewoon om dat je jezelf goed presenteert op die selectiedag. Ja. Nou, wat is daarvoor nodig? Een goede basis en een goede performance. Ja. En ik zeg altijd, kijk, proefgericht rijden kan anders zijn dan basisrijden. Ja. Die basistraining is niet altijd geschikt om mee je proef in te gaan. Maar je basistraining moet wel goed zijn om je performance goed uit te kunnen voeren. Dus als je paard goed is in de basis, dan is het niet zo heel moeilijk om een goede performance neer te zetten. Ja. En wat ik leuk vind, we hebben de vorige les hebben we aan die zwoeng al gewerkt. Weet je nog? Dat je ineens, dat hij zo losgelaten was, dat hij helemaal ging deinen onder je. En dat voelde je ook heel mooi. Ja. En als je nu zo aan het stappen bent, dan zie ik eigenlijk ook, terwijl we zijn nog niet eens echt aan het rijden. Hè? Want ik kan een aantal dingen noemen dat ik zeg, dan moeten we even wat aan doen. Maar als ik het vergelijk met een aantal weken geleden, dan zie je nu al dat hij veel makkelijker door zijn lijf heen stapt. En ze is op een hele positieve manier een beetje aan je hand aan het trekken. Dat voel je wel, hè? Ja. Maar waar zij namelijk zelf mee bezig is, nu al, zonder dat jij er nog mee bezig bent, is dat zij haar wervelkolom aan het losmaken is. Ja. En ze is helemaal lekker zo allemaal aan het rekken en aan het strekken en aan het doen. En dat is waar je basistraining over gaat. Goedemorgen. Het is middag, maar dat vergeten we even. Het is vandaag zaterdag, net zoals wanneer deze weekvlog online komt. Dit is geen weekvlog, het is een korte video. Dit is geen weekvlog. Take two. Ik zit hier lekker in het zonnetje bij Heer Jan Stam. Zou je denken, hey Tessa, wat doe jij bij Heer Jan Stam? Nou, als je de titel hebt bekeken, ik ga vandaag de selectiedag van TTC doen voor de klasse L1. En we zijn 3 kwartier te vroeg. Ik heb ijsdeeg gedronken en snicker gegeten. Alleen dat mag ik niet meer filmen. Dan worden ze een beetje boos. Dus ik ben vandaag samen met papa. Papa die komt ook een keer mee. Dat is wel gezellig. Wat vind jij ervan, papa? Ja, ik vind het vooral warm vandaag. Ik denk dat het een graad of 30 is. Windstil. 23. Ik vind het ook erg spannend wat er vandaag gaat gebeuren. Vind je het spannend? Ja. Oké. En moeders is natuurlijk zoals altijd mijn mental steun en toeverlaat. Ik vind het al een heel relaxed beeld zo. Ja. We hebben ons net ingeschreven. Wij gaan nu nog even naar Blondie toe. En dan gaan we opzalen en losrijden. Ben je er klaar voor? Ja hoor. De zin in? Ja. Kijk. Wel heel erg benieuwd. Ik ook. Kijk, nou, sowieso. Voordeel, sinds ik hier niet meer iets weg scheer, kan ik nu gewoon de voorpluk langer maken. Of meer. Dus je hebt nu meer voorpluk. Je wordt vandaag vanavond tussen 8 en 10 gebeld als je door bent. En anders lees je het morgen op Facebook. Oh. Spannend. Thank you.
het protocolletje. We gaan het even leuk voorlezen. Rechtgerichtheid, een goed. Ontspanning, een goed. Regelmaat van de gangen is zeer goed. Dan staat erbij nog wat meer mag, wat constanter in verbinding. Hand en hand volgen. Werd echt veel beter na training. Verbinding, voldoende slash goed. De ruiter, daar staat niks bij. Houding en zit, voldoende. Amazone blijft te veel op. Dan staat er iets dat niemand kan lezen. Er staat VDI. Ja. Balans, voldoende slash goed. Pony kijken. Oh, nee, die snap ik niet. Inwerking slash hulp geven is goed. Spanning slash ontspanning. Oh, hier bij inwerking hulp geven staat na aanwijzingen goed doorgekomen. Voldoende slash goed. Voldoende slash goed hoort dan weer bij spanning en ontspanning. Plezier in het werk en samenwerking met de ruiter is goed. En coachbaarheid is zeer goed. Dan staat er uiteindelijk nog bij fijne bonding met 3 prima gangen. Marco, prima. Werk aan nog wat constantere verbinding. En dan staan er hier halve letters, omdat het kopiëren een beetje fout ging. Dus hij was zeer, zeer tevreden. Hij was tevreden over me. Hij vond dat ik het goed heb gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Het was wel een soort andere rijstijl dan ik ben gewend. Dus dat was even omschakelen. Maar uiteindelijk is het me wel redelijk gelukt. Ze had uiteindelijk wel een goede aanleuning. Het ging wel op een iets andere manier. Wat misschien niet helemaal bij me paste. Maar misschien is het ook wel een goede manier. Dat weet ik op dit moment nog niet. We kunnen tussen 8 en 10 gebeld worden als ik door ben. En anders zien we morgen op de Facebook. Ouderwets jongens, KNS, jullie dit zien. Facebook is nog meer van deze time. Maar we gaan toch ijs cream halen. Oh. Dus we kunnen tussen 8 en 10 gebeld worden. Zowel dan kan ik aankomende woensdagavond, als het goed is, naar een of andere meeting. En zo niet, dan de volgende keer weer beter. Het is inmiddels maandag en zaterdagavond kon je gebeld worden tussen 8 en 10 als je geselecteerd was. Ik was niet geselecteerd, had ik eigenlijk ook wel verwacht. Want het klikte niet helemaal tussen mij en degene waarvan ik les had gehad. Wel een meisje dat ik kennis doorgegaan, ook bij het springse meisje doorgegaan die kennis. Dat vind ik gefeliciteerd naar jullie als jullie dit kijken. Zo. Gefeliciteerd. Ik vond het wel een hele lastige dag, omdat ik vond het lastig om op een andere manier te rijden. Maar volgende keer weer beter. En dan hoop ik dat ik voor het springen mag gaan. Dat is uiteindelijk waar ik heen wil. Het springen. Woep woep. Ja. Dit was de video voor TTC. En ik wil jullie heel erg bedanken. En tot de volgende keer. Doei doei.